Ja, kameraden. Partijgenoten van Fortuin. Partijgenoten van Kelder. Partijgenoten van Smeets. Het is zover. Van de VVD. Lijst Kelder. Ja. Wij hebben te gast dokter Fortuin. Welkom. Ja. Wat vindt u eigenlijk beter? Dat u wordt aangeroepen met dokter of met professor? En gewoon Pim. Pim. Staat ook op al mijn boeken. Pim Fortuin. Ja. Ja. Moe? Ja, soms wel. Ja. Ah, het is natuurlijk bijna niet meer te doen. Het moet. Kijk, als ik niet het idee had dat... Ik hou van dit land, ik hou van de mensen in dit land. En dat ik een opdracht had... Als de missie. Ja, de missie niet. Nee, dat zou niet gaan. Dat zou ik niet volhouden. Dan gaan we straks het uitvoeren op die missie. Maar dat geldt voor iedereen hoor, die wat doet. Hè? Als jij een mooi bedrijf uit de grond wil stampen, ja, dan ben je ook wel eens moe. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk nu die laatste weken in de politiek bij verkiezingen. Dan gaat het erom wie maakt de meeste fouten. Dat geloof ik helemaal niet. Daar bent u niet bevreesd voor? Jullie zitten allemaal in van die klassieke patroontjes over wie gaat de meeste fouten maken. Nee, ik heb het over u. Alsof het een soort bokswedstrijd is. Dat is het toch niet? Ik heb het over u. Een mens heeft zijn onzekere en zijn zekere kant. Absoluut. Het leuke van u is dat u juist over die onzekere kanten gewoon openlijk spreekt. Ja, dus en ik maak ook gewoon fout. Ik word ook gewoon kwaad. Ja, precies. En dan krijg ik weer van de adviseur, dat mag niet. Nee. Ja, maar ja, dat gebeurt af en toe. Maar ik lijk net Remy van Vels. Ik hou u even vast. Waar het om gaat is, ieder mens heeft in zo'n finale, staat onder een grote druk. Ja. U ook. Ja. Er staat nogal wat op het spel. Ja. Ik bedoel, u tast gewoon de machtspositie van de grootste partij aan. Dus dan word je toch af en toe wel eens wakker dat je denkt, mijn hemel. Dat is waar. Er zit ook een andere kant aan. Mm-hmm. Stel nou dat het zou mislukken. Nou, dan krijg ik ook weer wat terug. Bijvoorbeeld mijn vrijheid. Ik ben mijn hele vrijheid kwijt. Ik ga niet zitten klagen, hoor. Begrijp me goed. Maar ik constateer iets. Hè, van ik kan niet meer over straat lopen. Ik kan niet meer Maar dat hebben heel veel mensen in Nederland. Ja. Dus zo direct beginnen de heren. Is dat zo? Ja, hebben heel veel mensen U kan ook niet zomaar een cafeetje binnen. We hebben het niet over mij. wat gebeurt er als u zomaar een cafeetje erin gaat? Nou, ik zit dus nog afgezien van de veiligheidsaspecten die serieus zijn die eraan zitten. Ik kan nergens meer onbekeken zitten. Dat komt natuurlijk door die geweldige media-aandacht die ik ook nodig heb natuurlijk. Voor zelf mobiliseren. Maar wat is het dan instemming? Maar het zijn wel de feiten. En dus mag ik daar even één hele belangrijke vraag overheen? Sorry, Jort, maar dat heeft ermee te maken. Het is ook natuurlijk hartstikke leuk. Al die aandacht. Nee, er zijn natuurlijk momenten dat u geniet. Ja, natuurlijk. Het succes. Tuurlijk. Nou, dat moet 15 mei nog maar blijven. Maar ik zal u een voorbeeld geven van gisteravond. Hè, toen had ik een groep ondernemers toegesproken. Het was leuk. Gingen we daarna eens bij Sauer op het Lange Voorhout vis eten. Ja. En daar is dan een kermis aan de hand. Nou, en wij zitten dan zichtbaar wel. Nou, binnen de kortste keer een hele volksoploop. En dan moeten daar agenten aan te pas komen. En ik had geen zin, want het was een beetje agressief. Maar zo van Pim is daar. We gaan daarheen. Nee. Er waren van die, hoe noemen jullie dat hier in Amsterdam, van die jongetjes. En die gingen dan met GSM'tje dan bellen. En weet je, ik had zelf nog het idee, zal ik even naar buiten lopen? Hè? Want zo kwaadaardig is het volgens mij niet. Maar ja, goed, dat mag ik dan niet, want er zit natuurlijk ook een risico aan. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Er komt dan de Haagse politie in het geding. En die gaat, dan denk ik, Nee, maar meneer Fortuin, dat is niet leuk. Meneer Fortuin, dat hoort er allemaal bij. U heeft daarvoor gekozen. Ja, dat dus is we gaan, zo. We gaan dus, maar af en toe lijk ik de president van de Verenigde Staten. Ja, het is toch maar een klein landje, hoor. Dat zou je toch best willen, Lano. Wat zeg u? Dat zou je toch wel willen. Dat is een hartstikke leuke baan. Nou, dit kies je en het wordt alleen maar erger vanaf nu. Zou het. Ja, dat zeiden ze mij. Oh, ik dacht dat het na 15... Ik ben misschien naïeve man. Ik denk, tot 15... Dat zijn ze me vergeten. Ja. Nee, dat niet. Maar dan wordt het allemaal veel gewoner. En dan is de uitslag bekend. En maar dan... u bent eigenlijk gewoon een popster. Nee. Dat denk ik niet. Als u bij Sauer heet op het Lange Voorhout. Ja. En de jongetjes buiten gaan met GSM zeggen, daar is hij. Mick Jagger is hem. Ja, en er zijn altijd twee kampen. Er zijn er voor en tegen. En voor mij is het soms helemaal moeilijk. Dat was met de Beatles en de Rolling Stones. Maar meneer Fortuin, toch even. U zegt, ik ben vandaag, naïef. Vandaag hadden we een persconferentie. Internet, en het is de derde en gelukkig de laatste. Third one? Third press conference? Ja, dat was nodig. Want je moet het allemaal bedienen. Ik doe dat ook omdat ik niet wil dat in het... Ik doe mijn uiterste best om in het buitenland niet het idee te laten postvatten dat hier een of andere extreemrechtse meneer extreemrechtse kiezers aan het trekken is. Nou, oké, dat moet je allemaal uitleggen. Dat doen we. Maar toen wilden ze ook een stukje buiten opnemen. Nou goed, dat mocht dan. En er komt, en het was wel prachtig, er komt zo'n groot neger aanlopen. Maar die begreep meteen
wat er aan de hand was. Ik denk, ik zal eens eventjes een hoop lawaai maken. Maar ik had meteen in de gaten, ik denk, die bedoelt het goed. Dus ik doe... En die komt naar mij toe, die omarmt. Nou, ik weet niet of ze het uitzenden, maar dat was natuurlijk gaaf. Maar nou, even, nu moeten we even de dingen uit elkaar trekken. Ja. Nog even één vraag, omdat u er zelf over begint, die internationale persconferentie. Ja. U heeft dan die bulldog van de BBC heeft u eruit gesmeten, hè? Die meneer Simpson. Nou, die heb ik niet uitgesmeten. Kijk, weet je wat die man doet, hè? Want ja, dit is eerlijk. Dat is een internationaal erkende, ijdele star reporter. Ja, dat is stupid. Maar weet je wat ik zo stupid van u vind? Ja. Dat u met die man ruzie gaat maken. Dan moet u toch gewoon spelen dat u zich niet laat beledigen. Nee, maar luister nou. Die man die ging mij vertellen dat ik een racist was. Ik heb die vragen nagelezen. Ja? Allemaal. Dat zei hij echt niet. Hoe heeft u dat nagelezen? Ik heb transcript opgevraagd. Maar heeft hij de totale uitzending Ik heb transcript van de totale uitzending. En ik heb dus gevraagd, wat is nu uw definitie van racisme? Hè? Ja. Nou, dat komt erop neer. Ik wist dat niet, ik heb hem ook al laten uitleggen, dat men dat in Engeland breder opvat. Hè? Dus dat als ik dus zeg, de islam is een achterlopende cultuur, dan is dat een racistische uiting. Ja, voor mij is dat totaal onbegrijpelijk, omdat racisme iets met genetica te maken heeft. Je bent een ras, negers zijn een ras. Maar weet u wat er aan de hand was? Wat er gebeurde, en dat kan u niet kwalijk genomen worden, want u gaat nog op een cursus Engels bij de nonnen. Ja. Dat heet idioom. Dus u spreekt in een soort Nederlands-Engels. Ja, ik had het over cultuur. Dus u begreep hem niet. U begreep hem niet. En later begreep ik, dan moet je dus zeggen, sociocultural. Ja, maar ik had ook vertalers bij me die het ook niet begrepen. Nee, u sprak hem in het Engels toe. Ja, nee, maar op de achtergrond zijn er mensen die bij mij dan uitleggen. Nou kom je bij het popsterrendom en dan hou ik even op. Komt u bij het popsterrendom, u spreekt die man in het Engels toe. U begrijpt hem niet en dan ontstaan de misverstanden. Dat vond ik zo verstandig van u dat u een andere keer gewoon u liet tolken. Want u spreekt die internationale taal niet. Nee, dat klopt ook. En, dat is natuurlijk wel een handicap trouwens. Nou, dat denk ik dat wel meevalt. Want dat schijn je ook wel te kunnen leren, meneer Rottenberg, in de loop der tijd. Maar afgezien daarvan, ik heb dat dus een aantal keren gedaan. En dan krijg ik weer kritiek op het feit dat ik dat doe. Ja, want ik vond dus de problematiek dermate gecompliceerd. En ik weet, het is net als in Engeland is dat moeilijker dan hier. Ik heb ook gezegd, ik wil de Nederlandse pers wel nu een compliment geven. Als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld Vlaanderen, Oostenrijk en Engeland, dan is de manier waarop wij hier kunnen discussiëren, heel wat minder politiek correct dan in die landen. Ja, maar... Je loopt gewoon op eieren. Maar is het nou zo correct om een journalist dan weg te sturen? Ik bedoel, laat die man die vragen stellen en lach de man van mijn partij. Je hebt het interview beëindigd. Nou, op een gegeven moment zei ik, we hadden dat op tijd. Ik zei van, nou, nu vind ik het wel klaar. Oké. Okay. Ja. Smeets? Ja. Ja, ik ben toch ook nog een beetje de baas over mijn tijd? Nou, dat hij blijven. Was er al een kwartier overheen, hoor. Ja. Maar hij... ander onderwerp. Ja. U hebt in Amsterdam gestudeerd, hè? Aan de Vrije Universiteit. Ja, en ook een beetje, dat deed je toen wel vaker, dat de gemeenteuniversiteit. Ik ben begonnen aan de gemeenteuniversiteit. Ja, en toen bent u overgestapt naar de Vrije Universiteit. Ja, en toen bleef je toen nog wel... voor de kleuters onder ons, de jaartallen graag. Ik ben in september 67 begonnen en aan de VU begin 68. En ik heb een beetje eerst rondgekeken, want ik wist ook, dat was omdat ik niet wist of ik in dienst moest. Hè. Ik was kandidaat voor de bijzondere dienstplicht, zoals dat heette, want men had een overload aan... De geboortegolf. Je spreekt natuurlijk voortreffelijk Engels, overload. Ja, als ik het de hele dag moet doen, ik spreek Zwengels, zeg ik altijd maar. Quite good. Maar we hadden dus een teveel aan jongens, maar daar wist je niet of je, ging via loting, kwam dat tot stand. Dus ik dacht van, nou, ik vond chemie wel leuk, geschiedenis, sociologie, ik wist het eigenlijk allemaal niet zo goed. En toen heb ik toen nog gelopen bij pressen, bij Pitlo, bij rechten. Ja. En professor Den Hollander, dat was daar... Was klerenkoper er niet mee? Nee. Cohen, de rechtsfilosoof. Nou, en toen ging ik uiteindelijk aan de VU studeren, want je had aan de GU... had je van die zalen met 400 studenten. En ik kwam van een school met 450. Ja, dus u had het wel gehad. Verschrikkelijk, ja. Maar ik en aan de VU had je 40. Uit uw memoires, die u al geschreven heeft... Wel, nee.
autobiografie van een generatie, ja. Babyboomers. Ja, dat zijn toch memoires? Ja, nee, maar heb ik heel veel dingen in elkaar geschoven. Ja. Ik heb gezegd, het is wel de waarheid, maar daarom niet de werkelijkheid. Want dat moet je verkorten. Ja, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag ik is eigenlijk... Ik heb mij artistieke vrijheden gepermitteerd. Die indruk had ik ook, maar ja. Daar gaat het niet om. Want het is geen literair programma. Ja. Nog niet. Zeeman met boeken. Die is toch weg? Die zit er ook. Ik heb de indruk dat u er... zich niet gelukkig gevoeld heeft in Amsterdam. En later heeft u ook, laat ik zo zeggen, duidelijk gemaakt in verschillende interviews dat u Amsterdam eigenlijk maar een beetje, dat u dat maar een rare snijbonenstad vond. Antwoord? Nee, dat vond ik toen niet. Maar toen was Amsterdam wel heel anders. Maar dat vindt u nu wel? Nou, dan heb ik het over het centrum van Amsterdam. Hè. Dat vind ik ontzettend eenzijdig samengesteld. Mag ik even zeggen, u heeft in interviews gezegd een bende. Koninginnedag. Nee, u heeft... gezegd, dan is het riool van Nederland. Ja, ik vind het niet schoon. Ik vind heel raar dat jullie design voor straatmeubilair gebruiken. Als ik dan Barcelona zie, dat vind ik een wonder van schoonheid. Dan denk ik, dan gaan ze over 100 jaar het straatmeubilair restaureren. Maar niet schoon, even eerst de vuiligheid. Restaureren. Wat is er zo vuil? Ja, het ligt hier overal met troep. Ja, wat nou? Troep op waar? Op straat, gaat u maar lopen. Maar dat is toch iets geks. In Amsterdam wil u niet doorbreken. Volgens de laatste peiling van het bureau onderzoek en statistiek komt u uit nu in Amsterdam op 7,5%. Dat is ver onder uw Rotterdamse score. Ja, maar wij hebben hier ook een hele andere samenstelling. Jullie hebben hier een andere samenstelling van de bevolking. In Amsterdam, dat is van huis uit een arbeidersstad met een dunne bovenlaag en een betrekkelijk dunne middenklasse. Rotterdam. Bij jullie is die middenklasse veel dikker. En wat bij ons dus speelt, dat is dat zelfs die dunne middenklasse, die er niet groeien, die neemt af. Nou, en dan krijg je een heel ander patroon. En vooral als je heel veel mensen van ver ook nog moet integreren in zo'n stad. Maar die vuiligheid, hè? Ik kom zelf in Rotterdam, ik ken die stad goed, het is even vuil. Maakt echt geen ene donder uit. He? Maar het is even vuil. Ik zeg ook niet dat dat exclusief iets is voor Amsterdam. Nee, maar wat is nou de bende van het smerige van Amsterdam? Van al onze grote steden. Ik woon bijvoorbeeld, ik heb een huis in Noord-Italië. Ja, en als ik daar in de steden kom, dat is zo schoon. Dat valt ze altijd op. Maar we zijn nu als je naar Parijs gaat. Hè, dat loopt het water van boven naar beneden. Hè? Maar de binnenstad, het is schoon. Ja, ik vind dat heel prettig. Maar ja. Hebt u ook iets tegen Amsterdammers? Nee, wat een onzin. En in de definitie van Simpson zou ik dan een racist zijn, dus dat wil ik maar liever niet. Nee, u moet dat echt nog een keer lezen. Meneer Fortuyn, u doet de man onrecht aan. Dat is een typisch Engelsman. Maar wat vindt u dan van Amsterdam? Ja. Wat vindt u van ons? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje provinciaal bij jullie. Als ik nou bij ons zie, die mensen die zijn gewend zichzelf te bezien. Toch als, wij zijn een hele internationale stad natuurlijk. Rotterdam. Een havenstad zijn, ja. Maar we zien... Schiphol verdient meer dan de Rotterdamse haven. Nee, het gaat niet over verdienen, maar het gaat over het aantal culturen, mensen, et cetera. We hebben heel veel buitenland, zeg maar, in Rotterdam. Nou, Amsterdam ook. Maar bij ons is altijd het besef aanwezig, het is een beetje provinciaal. Besef van we zijn maar een radertje van een groot geheel. En dat vind ik toch heel mondiaal. En Amsterdam is arrogant. Nou, die denken dat ze het centrum van de wereld zijn. Wie zijn daar nou prototypes van? Behalve wij drie hier aan tafel. Maar dat is begonnen toen we hier gingen studeren trouwens. Is dat gevoel, het centrum van de wereld. Ja, daar heb je bijna aan geleverd. Nee, Jordanezen hadden dat ook al van... er was geen stad waar je... Die konden zich niet voorstellen... dat vond ik toen ook wel raar. Dat je ergens anders zou kunnen wonen dan in Amsterdam. Ja, dat is ook moeilijk voor te stellen. Ja. Nou ja, dat bedoel ik. Wij kunnen voor dat Amsterdam ons leven niet voorstellen. Voor Amsterdam is alleen maar een andere hoofdstad voorstellen. Prins George. New York, Parijs, Moskou, Berlijn. Even Prins George. Ja, ik kan me voorstellen... Maar we spreken natuurlijk naar de... heel algemene termen. Nou, wacht maar. In die periode naar de Vrije Universiteit als jong uitkomende nicht. Hoe ging dat? Ja, maar dat was toen dag homoseksualiteit helemaal moeilijk. We praten nu over 1971. Ja, toen begon het, hè? Ja, toen bijvoorbeeld ik kwam uit zo'n keurig katholiek milieu. Nou, homoseksualiteit, dat was iets voor balletdansers en toneelspelers. Maar daar leek wel een beetje op. Soort mensen, dat begrijp u. Ja. En dus je wist niet, hier had je ook niet zo'n uitgebreid cultureel leven. Dus je wist niet eens waar in Amsterdam niet?
Nee, dat moest je kennen. Maar Amsterdam had toen in die jaren een opkomend hittecircuit. Ja, luister, je hebt nu de reguliere Dwarsstraat en hier de Warmoestraat. Dat weet iedereen. En dus al die cafés, je kunt erin en uitlopen en zo. Toen moest je echt weten waar je moest wezen. Maar ik wist dat niet. Even die periode op die tijd. Veel verslagen geweest ook van mijn studiegenoten uit die tijd. Ik zat er laatst weer eentje tegenover me en dan met een venijn zegt ze, ja, die Pim, die zat helemaal niet lekker in zijn vel. Een beetje gefrustreerd jongetje, wilde aandacht. Ging helemaal niet goed met hem. Dat is een beetje wat ze er nu dan van zeggen. Wat je dan leest. Ik weet niet eens nu hoe die heet. Maar, krijg je een beetje dat beeld dan. Nee, maar je moet één ding niet vergeten. Dat is ook wat ik wel eens moeilijk vind. Dan zit ik in bladen te lezen. Dan zijn mensen over mij oordelen te hebben die ik nog nooit gesproken heb. En die zeggen, ik ken hem goed. Ja, nou ja. En dus ik wil gewoon weten wie dat is. Maar ik heb een vrij normale studententijd gehad hier. Ja, zoals dat was aan het eind van de 60 en begin 70 jaren. En toen was hij ook bloedlinks, hè? Echt zo, marxistisch. Nee, want dat was... Linkervleugelpartij van de Arbeid. Nee, helemaal niet. Dat was toen betrekkelijk anarchistisch. Die omslag is in 72, 73 gekomen. Toen u naar Groningen ging? Nee, toen kreeg de Communistische Partij greep op de Nederlandse studentenbeweging. Daarvoor was dat niet zo. Die hadden 7 zetels bij de verkiezingen in 72. Daar bent u ook door beïnvloed geweest. Nee, daar kon je niet aan ontkomen. Zeker niet? Wacht even, dat is interessant. Nou, in Groningen kon dat niet. Waarom niet? Omdat de GSB... Groningen Studentenbeweging. Ja. En die heb ik nog meegemaakt. Hè. In 73 toen ik kwam, was net nog het staartje dat een vrij anarchistische beweging was. En toen kwam Vreemd Meisjes en Kornuiten namen het over daar. Ja, maar je kunt bijvoorbeeld Marius Ernsting, ik weet niet of die hier nog bekend is. Die woont hier. Ja, nou, die man was een anarchist, later kabouter. Ja. En toen zei Pierre, in zijn carrière... Weet u wat hij nu is? Humanist. Nou, dat kan, maar is hij weer terug? Maar u bent ook. Wat hij echt was. Maar u bent ook. Want ik vond Marius een hele leuke man. Ja. Totdat hij communist werd. Toen dacht ik, maar u bent ook een beetje naar links geroetst. Toen? Nee, ik was een eclecticus. Ja, allemaal achteraf gezegd. Hè. Dus maar u bent toch een zelfstandig denker? U kon toch ook tegen die GSB zeggen en al die communisten? Ja, maar dat heb ik en ook. En die Moskou-types. Wacht, lange neus. Wacht, meneer. Dat heb ik ook gezegd. Als jij behoorde bij de... Dan moet je natuurlijk de sectarische strijd kennen. Kennen wij allemaal hier aan tafel, hoor. Dan weet je dat ik was medewerker van professor Harmsen. Ja, dat was een NAVO-professor. Ja. Ja. En ik moest strijd voeren. Want de Turftorenstraat, zoals dat bij ons heette, zat het hoofdkantoor van de CPN via Ina Brouwer, een belangrijke persoon. Die oefende invloed uit op de onderzoeksprogramma's bij psychologie. U heeft een periode gehad dat u niet een stukje linkser was dan nu. Ik vind dat toch altijd een beetje eng als ik dat lees. Denk van ik bedoel, Jan Nagel heeft de Berlijnse muur verdedigd. Pim Fortuyn heeft ook allemaal rare dingen gezegd. Wie garandeert mij dat je over 10 jaar niet weer de andere kant uit gaat waaien? Nou ja, goed, je bent wel opgeschoven. Dat geeft toch ook wat toe. Ik was iemand die, als ik me nou karakteriseer achteraf, die... zeg maar, erg geloofde in de mogelijkheden die de overheid had. De maakbaarheid. Ja. Dus u was een sociaal ik geloof nog wel in de maakbaarheid van de samenleving, maar op een andere manier. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Met het absolutisme waarmee u uitspraken doet, u heeft dan gelijk. U heeft nu een behoorlijk sterke visie op hoe Nederland ingericht moet worden, denk ik. Wat garandeert mij nu dat president Fortuyn over 10 jaar niet ook weer de overheid gaat laten maken? Nou, dat wil ik garandeert helemaal niet. U helemaal niks. Want ik hoop dat ik tot op hoge leeftijd een man blijf met een open mind. En dat ik leer van wat er gebeurt. Want ik heb... Dat is toch zonde. Als je een land in handen krijgt, moet je niet te veel leren. Je moet gewoon goed doen. Nee, luister. Dat klinkt allemaal mooi. Maar ik is wel een beetje fortuintaal. Ik heb wel verantwoording afgelegd, omdat ik veel geschreven heb. Ik ben helemaal niet zo bewust gedaan. Maar ik heb vanaf mijn eerste boek, was ik 28 of zo. Vanaf die tijd, en daarvoor artikelen, kun je precies de ontwikkeling van mijn denken volgen. En ik heb de veranderingen daarin altijd beargumenteerd. Ja, maar die zijn inderdaad nogal eclectisch, zoals u het noemt. Ja. Kan je ook zeggen, het is gewoon een soepbord met allemaal ballen erin en worteltjes volgens mij en stukjes tomaat. Ja, volgens mij zit en je plukt eruit. Wat je, Ja, daarom voel ik mij op het ogenblik, in die zin heeft u wel gelijk, nogal senang. Omdat ik vooral vind van de jonge mensen, die zijn heel pragmatisch. Hè? Die kijken... Okay. Je sokt een beetje links en je sokt een beetje rechts. Nee, die kijken, werkt het niet. Nee, oké, dat snap ik. Is het goed, is het niet goed? Meneer Fortuyn... Is het oud, is het nieuw? Nee, dat begrijp ik. Begrippen waar ik mij prettig bij voel. Zullen we dit even met elkaar vasthouden, zeg je dat dan? Ja, dat is goed.
En dan vroeger bij de meibond. Ik zit niet op. Zitten we in een buurthuis, meneer Rottenberg? Ja, dat is AT5. Dat is 70 jaar taal. Meneer Fortuyn, hier tussen 7 en 8 doen we wat macramé. We gaan straks ook een volksdansje doen. Absoluut. Nee, serieus. Nu even serieus. Ja. Dus dat Smeets noemt dat shoppen. Ja. Maar u heeft een enorme flexibiliteit. Dat is moedig, maar tegelijkertijd bloedlink. Want daardoor loopt u ook af en toe vast in de traditionele gesprekken. Dus vandaag doet u een suggestie over een generaal pardon voor illegalen. Ja, die uitgeprocedeerd. Dat is eigenlijk een spontaan idee volgens mij. Nee. Daar hebben we goed over nagedacht. We? Nou ja, ik heb ook wat mensen om me heen. Matt Herben, dat is de voorlichter van, die staat op mijn lijst. En die doet nu ook veel aan voorlichting van Defensie. Hè. Die is ook met verlof gestuurd. Genomen, ja. Nee, dan word je met verlof die gestuurd. Die is na het NIOT rapport met verlof gestuurd. Nee. Nee, daarvoor al. Nee, maar laat maar even die idee. Jongens, stop. Hup, weg. Nou, afijn. En wij hebben dus eens gekeken van, je bent aan het denken. En van, wat kunnen we nu doen aan die problematiek? Nou, we hebben ook iemand, een commandant van de marechaussee. Dus we hebben wat gegevens eens even op tafel gekregen. Nou, dat gaat om ongeveer 5.000-6.000 mensen. En dat zijn die schrijnende gevallen. De Gumus-gevallen? Ja, daar lijkt het een beetje op. Weet je, zo'n gezin wat in een straat woont, waarvan de kinderen op Nederlandse scholen gaan, dat perfect Nederlands spreken, goed geïntegreerd zijn enzovoort. En dat doet zo'n straat heel veel. Dat ziet u ook regelmatig in de krant, als die mensen eruit gezet worden. Maar het zijn worden. Er veel meer dan 6.000. Nou, dat wordt uw probleem. Ja, luister, dat zou kunnen. Maar straks zijn het er 100.000. Nee, dat zijn er echt veel meer dan 6.000. Nee, dat zijn het er niet. En als dat zo is, dan kunnen we het dus gewoon niet doen. En daar heb je hem. Ja. Daar heb je hem. Dat is dus Pim Fortuyn de brainstormer, de consultant. Als het zo is, doen we het niet. Nee, maar dat kan toch ook niet anders? Nee, maar dan moet je iets suggereren. Ik suggereer niks. We hebben het in de persverklaring het probleem heel goed omlijnd. Ja, als het zo ligt, dan wil ik daar wel iets voor doen. Waarom? Want ik heb een reden om dat te willen. Omdat ik niet ongelooflijk veel energie wil gaan stoppen in dit soort gevallen. Ik wil de hoofdstroom kunnen afstoppen. En als ik nu de VVD goed heb begrepen, dan weten zij dat er 100.000 illegalen in dit land zijn. Nou, ik val van mijn stoel af. Want dan denk ik, dat weet je dus. En je hebt er niks aan gedaan. Je zit al 8 jaar in de regering. En de Partij van de Arbeid heeft die portefeuille al 12 jaar. Wacht even. Nou haalt u een geweldige gesprekstruc uit. Nee. U verbreedt het thema. We gaan even terug naar uw idee. Ja. Uw idee is generaal pardon. Voor die 5.000 à 6.000 mensen. Stel nou dat blijkt dat op dezelfde criteria dat er 30.000 zijn. Wat niet ondenkbaar is. Niemand weet het precies. Ja, dan zul je het opnieuw moeten overwegen. Ja, en dat is dus de kritiek die u oproept. Ideetje werkt niet zo terug. Ja, maar hoe moet ik het anders uitvinden, Rottenberg? Niet zeggen, meneer Fortuyn. Ja, maar dat zeg ik dus nooit wel. Nee, maar dat is uw probleem ook, dat u dingen roept die u nu kunt waarmaken. Als u straks minister of zo zou zijn en u roept dit. Ik ben geen minister. Voor mijn part bent u hoofd van de groente, dat maakt niet uit. Maar als u het zegt, moet u het ook waarmaken, dat is het punt. Ik zeg toch ook onder welke condities ik het waarmaak. Nee, maar het punt is, kijk, u zegt uit praktische overweging, omdat de bureaucratie hier gefaald heeft, moeten we die mensen gewoon toelaten. Oké, fair enough. Maar als het er ineens meer zijn, dan kan je niet zeggen, ga ik mijn principe en mijn idee intrekken. Nee, luister, ik ga af op de deskundige informatie die ik heb gekregen. Nou, mag die informatie, is die fout? Ja, dan hebben dat we... Maar dus, dat is het probleem. Als je bestuurder bent, heb je verantwoordelijkheid. Nee, als opinieleider kun je dat doen. Als bestuurder moet je ervoor staan. Ik ben op dit moment geen bestuurder. Als lijsttrekker natuurlijk wel een beetje. Ik ben een politicus die verkiezingsstrijd voert. Het klinkt wel verdomd. Ik ben geen minister, postmodern. Ik ben geen premier. Smeets. Postmodern. U zegt ene kant generaal pardon. Ja. Andere kant zegt u genoeg is genoeg. Ja. Dat gaat niet samen. Waarom gaat dat niet samen? Genoeg is genoeg. Geen generaal pardon. Luister even. We luisteren door. Ik heb dus gezegd dat het naar mijn informatie om 5.000 à 6.000 mensen gaat. Ik heb ook precies aangegeven hoe. Hè? Dus je moet geen crimineel verleden hebben. Je moet Nederlands spreken, geïntegreerd en arbeidsverleden. Nou, arbeidsverleden? Een illegaal heeft een onaantoonbaar arbeidsverleden. Een Sofie-nummer, die heeft niks. Dat is dus niet waar, want... Nee, maar dat is dus die glijdende grens. Er zijn allerlei getuigen. Ik kan hier een zaal vol illegalen aan u voorstellen... die dat dus niet precies kunnen bewijzen... zoals dus in 1992 bijvoorbeeld. 1975, Mozenaro-kerk. 92 bij de Bijlmer-ramp, toen de oproep werd gedaan... meldt u zich, er grote rijen ontstonden. Fortuyn zegt illegale, meldt u, en u heeft het probleem. Nee, dat zeg ik niet. En dan dus zullen niet. Uw kiezers nu zeggen... man, wat ben je voor chaos aan het creëren? Nee, daar ben ik absoluut niet mee bezig. Maar nogmaals,
Ik ga af op de deskundige informatie. Nou, mocht dat er anders uitzien, dan kunnen we dat dus niet doen. Okay. Want mijn hoofdpunt is en blijft dat ik die toestroom absoluut wil afstoppen. Of zit hier een geniaal tactisch plan achter? En dat is? Dat u nu de strijd om het midden aan het voeren bent. En u weet precies dat de middenkiezers, de gewone mensen, de fatsoenlijke burgers, misschien wel tegen illegale zijn, maar niet als ze bij hun in de straat wonen. Met andere woorden, dat u nu echt de grote slag aan het voeren bent om de laatste 10, 20 zetels met Partij van de Arbeid, maar VVD en CDA. Als het zo geniaal zou zijn, dan kan ik hier geen ja op zeggen. Dat begrijp u wel. Nee, maar... Dat is dan ontzettend dom. Ja, Jort. U begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp precies wat ik bedoel. Maar dat is dus een beetje waar. Dat is wat er de laatste week aan stop even. Dat is dus... Nee, maar u zegt, ik ben politicus, hè? Politiek is dat je kijkt ook, wat vind ik, wat vinden anderen en kan ik daar handel mee bedrijven? Nou, uiteraard doe ik dat. Ja? En hoe werkt dat dan? Nou, bijvoorbeeld, dat is dan ook weer gezegd, hij schuift op, hij jojoot. Nou, naar aanleiding van die WHO, ik heb gezegd wat mijn prioriteiten zijn, waar die liggen. Die liggen bij het vreemdelingenbeleid. Die liggen bij onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid. Ik heb ook aangegeven hoe ik in grote lijnen daarmee om wil gaan. Ik zeg, nou, dat vind ik belangrijker dan herrie maar. Want ik heb natuurlijk uitgebreid met het VNO-NCW gesproken, ook met het MKB. Nou, die hechten zeer aan dat WHO-compromis wat er ligt. Toen heb ik gezegd van ja, als wij gaan even, doen... Even voor de kijker, we gaan er niet over. Ja. Niet technisch. We gaan even, is zit er een strategie achter dat Fortuyn de laatste weken bezig is om even iets terug te... Kijk, die VVD'ers die zijn zo stom aan het kloten, die wint u toch al wel. Dus u moet even naar het midden om naar die 30 zetels te gaan. U zegt dat mag ook. Dat is gewoon een strategie. Nee, dat doet u. Waar ik wel mee bezig ben, daar heeft u gelijk in. Ik ben bezig om te kijken of we een wat jullie dan noemen rechts, ik geloof niet meer in rechts maar en links, maar goed. Maar geeft u zelf eens een naam dan? Nou, dat is zeg maar de pragmatische coalitie. Je gaat me toch niet vertellen dat CDA, VVD dat met u pragmatischer is dan een... U zegt dus D66 en de Partij van de Arbeid, die kunnen niet pragmatisch zijn. Nee, wat ik zeg dat de PvdA met GroenLinks... Dat niet pragmatisch is. Het zou mij niks verbazen dat als u in een kabinet zou komen met Ad Melker, dat jullie... beide even pragmatisch zijn. Daar zit een persoonlijke nijd, maar er zit niet een pragmatische nijd. Dat zou ik niet zo willen zeggen. Ik heb ook in het begin van de verkiezingsstrijd de Partij van de Arbeid niet uitgesloten. Dat heb ik ook in Rotterdam niet gedaan. U vindt het verdomd lekker om... Maar meneer Melkert! U vindt het heerlijk om hem te pesten. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee. Het valt me zo op. Wel lekker. Hij had wel lekker. In zo'n debat, in zo'n niks zo. U heeft maar één man, u zit op de hoek. En tjaka, natuurlijk. Pakken. Natuurlijk. Maar hij heeft. Dat is gegroeid in de loop. En het is inhoudelijk ook gegroeid. Er is iets, dat zie je. Ja, maar mag ik even uitpraten? Dat is gegroeid in de loop van de tijd. Wij zijn elkaars tegenstanders. Dat is ook de kiezer nu wel duidelijk. En dat betekent dus, het wordt of centrum links. Of het wordt centrum rechts. Onder leiding van respectievelijk Melkert, dan wel Fortuyn. Dat zou ik het graagste zien, ja. Maar de kiezer bepaalt dat 15 mei. Nee, ja. Maar u bent bezig. U bent de komende 10 dagen. En de collega-politici ook. Want dat is dus flauwekul. U heeft nog 10 dagen. Ja. In die 10 dagen gaat het erom. Nou, er zijn 4 dus... partijen die voor de hoofdprijs op dit moment concurreren. Ja. Nou, ik ga voor de hoofdprijs en ik wil een coalitie LPF, CDA, VVD. Ja. En dat weet iedereen. Ja, onder uw leiding uiteraard. Als dat kan. Nee, maar dan moet ik de grootste worden. Nou, en dat bepaalt de kiezer. Nee, maar laten we even bepaalde kiezers. Ja. Maar de komende 10 dagen bent u bezig om die kiezer kansen te vergroten. Aan uw zijde te krijgen. Absoluut. En ik wil ook graag de grootste worden. Maar meneer Fortuyn, alle trucs, dat zegt u net. Alle trucs. Dat zijn uw woorden. Maar meneer Fortuyn, laten we het dan anders stellen. Maar ik zeg dat ik wel bezig ben. Ik ben ergens mee bezig, zegt u. Ja, ik ben wel bezig om een klimaat te creëren waarin die centrumrechtse coalitie ook tot stand kan komen. Het punt is natuurlijk dat de VVD er straks zo van baalt, en het CDA valt volgens mij wel mee, dat als u de grootste zou worden, dat ze u het premierschap niet gunnen, dat ze toch weer met een andere combinatie gaan. Nou, want dat is natuurlijk nog zeer onwaarschijnlijk. Nou, dat zien we onder dan u wel. Nee, maar wacht even, dat zien we dan wel. Zullen we dat zien we dan wel even omdraaien? Nee, dan gaan we het omdraaien. Ja. Wat zegt uw intuïtie op dit moment? Want er is een redelijke bezorgdheid bij de grootste partijen dat u een kanshebber bent voor die eerste plaats. Wat zegt die intuïtie? Bent u kansrijk voor het premierschap? Mag ik het toelichten? U mag alles hier. Mijn intuïtie zegt dat het zou kunnen. Maar
ik weet ook hoe de Hollander in elkaar zit. En wat is er met de Hollander aan de hand? Dat het wordt 15 mei heel erg spannend. Want ze vinden, dat weet ik gewoon, ze vinden dat ik het fantastisch in die discussie heb gedaan. Dat ik de kussens mooi heb opgeschud. Dat wordt door heel veel mensen gewaardeerd. Ook die nu al vast hebben gesteld, ik stem toch op de VVD of de CDA of de PvdA. Dat waarderen ze in mij. Nou, nu gaat het om die zwevende kiezer. En die moet straks in dat hokje de moed opbrengen om op verandering, want daar sta ik voor, te gaan stemmen ook. Ja. En niet te gaan zeggen van, ja toch, maar PvdA, CDA, VVD. Bent u bang voor de laatste twee dagen een konijn uit de hoge hoed, bijvoorbeeld een kok die oproept aan het volk, deze gevaarlijke playfiguur, ik citeer Bolkestein, mag het niet worden, of dat er ineens de Telegraaf komt met een of andere smeercampagne over uw seksleven, zoiets. Bent u daar nog bang van? Nee, ik ben er niet bang van, want als het gebeurt, gebeurt het. En kijk, ik ben daar tamelijk rustig over, maar dat heeft een religieuze achtergrond. Mm-hmm. Het gaat zoals het gaat. Ik moet, om het in Romeinse termen zeggen, met de genade meewerken. Dat betekent maar, dus dat ik alert moet zijn, mijn best moet doen enzovoort. Heeft u wel afgewogen wat kunnen ze doen? Maar de uitslag is de uitslag. Maar zou u niet stel je toch eens voor dat het niet zo zou zijn? Wat? De uitslag is de uitslag. Nee, maar goed. Ook maar hoe zo'n dooddoener. Nee, hoe die ook tot stand komt. Als bijvoorbeeld er iets gebeurt in de laatste paar dagen. En de kiezer zwaait massaal af. Nou, niks gebeurt toevallig. Kijk, het grote risico. Hè? Hoe bedoelt u? Nee, niks gebeurt toevallig. Zijn er manipulaties tegen u gaande? Dat wil ik helemaal provocaties? Niet. Nee, dat wil ik helemaal niet zeggen, want dan moet je het kunnen bewijzen. Dus dat wordt heel rellerig als je dat doet. Hij suggereert het. Stel, er komt een of ander konijn uit de hoge hoed. Nou, dan, bent u bang voor een konijn? Nee. Nou, dan hoeven we het er niet over te hebben. Volgende vraag. Nou, kijk, de grote angst in het stemhokje is natuurlijk van, gaan wij deze, toch in bepaalde opzichten valse nicht de macht geven? Gaat de man die in bepaalde opzichten labiel is, dus boos wordt, mensen wegstuurt, ruzie maakt. Debattechnisch briljant, maar gaat die man bekleed worden met dit hoge ambt? Nou, dat is natuurlijk hebben nu een chagrijn als premier, dus nou, dan straks een driftkop. Maar maar dat is toch een chagrijn doet geen dingen uit emotie. Ja, dat dacht u maar. Dat aftreden, daar worden hele andere dingen over verteld. Maar waar het nu om gaat, dat is dat die functie, en dat is ook de bescherming, daar zitten mensen omheen. Die je corrigeren. Natuurlijk. Ja, ik vind dat u dat ook nodig heeft ook. Ja, nee, dat zou heel raar zijn als je zit daarin. Ik ervaar er iets van door de enorme mediadruk die ik de afgelopen weken heb ervaren. Waar moet u in gecorrigeerd worden het meest? Nou, het driftige. Dat heb ik ook al gezegd. Wordt u daarvoor geholpen? Of hoe gaat dat? Want dat is natuurlijk tuurlijk, best een probleem. Daarin, nee, maar u maakt veel te veel ruzie met onbenullige journalisten. Echt stupide, vind ik. Ja, dat kunt u wel zeggen, maar gaat u maar eens in mijn plaats staan. Nee, wacht nou even, meneer. U heeft ervoor gekozen. U kiest voor de aanval. Ja. U kiest voor ter discussie stellen van alles en nog wat. U bent in het debat geen lievertje. En ik vind dat ik groei. Laten we die hoop volgen. Kijkt u terug naar uzelf? Ja, zeker. En ik merk dat ik al dat ik heel veel meer kan hebben dan dat ik kon hebben. Wat was het zwakke moment met Rozemuller toen op de Erasmus Universiteit? Nou ja, toen dat was soort mijn momenten. Vader net overleden. Dat speelde maar dan denkt u achteraf van niet goed gedaan. Toen kwam er geen applaus, maar boelgeroep. Een van de eerste keer in de campagne. Dat laatste vond ik dus het erge. Dus niet eens zijn opmerkingen. Die vond ik gewoon slag op de gordel. Maar waarom is boelgeroep erg? Iemand die de macht wil, die het leiderschap wil, heeft 49% tegen soms. Dat is toch niet erg? Meer? Luister even. Maar het is, ik ben, kijk naar mijn verleden. Ik was gewend om grote zaaloptredens te doen en applaus te krijgen. Ja, en nu krijg je het onder. En niet even 900 mensen die dag, boel gaan roepen. Die dag, dat of is, het was geen boel roepen, maar applaus geven. Maar, die dag was een belangrijke dag in uw persoonlijk leven. Ja, en ik had het misschien niet moeten doen. Waarom hebt u het wel gedaan? Ja, ik ben geen politicus, maar ik zou gezegd hebben, sorry. Ja, u moest uw lijst presenteren en daarna uw vader begraven. Afscheid nemen de volgende dag. Begraven, ja. Ja, dat is. Maar zullen we nog even over incasseren hebben? Hè? Het incasseren van persoonlijk verdriet, dat had u. Ook al had u al eerder op een andere manier, zoals u in uw publicaties heeft aangegeven, afscheid genomen van uw vader. Maar heeft u daar, u heeft over veel nagedacht. Heeft u nagedacht over de techniek van het incasseren? Volgens mij niet. U bent daar nog niet op voorbereid. Dat is niet erg, want dat moet iedereen leren. Nou, ik denk dat de praktijk me wel behulpzaam zal zijn, nietwaar? Maar wat is, denkt u, het moeilijkste in de techniek van het incasseren? Nou, voor mij, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Dat is dat je op de provocaties niet moet ingaan. Kelder zegt, u bent een labiele man.
Nee, dat ben ik absoluut niet. Waarom bent u niet labiel? Nou, dan zou ik nu al lang door mijn hoeven gezakt zijn. Oh nee hoor, labiele mensen kunnen juist in de schijnwerpers heel lang volhouden. Is dat zo? Zijn heel veel mensen bang dat u als entertainer met deze aandacht extra adrenaline krijgt, maar op de moeilijke momenten binnen kamers veel te driftig bent om geduldige compromissen tot stand te brengen? Dat is de grote angst. Nou, maar kijken we naar wat voor mij een voorbeeld is in een aantal opzichten. Nee, niet in. Nee, ik kijk veel meer naar meneer Clinton. Wat ik dus het interessante aan die man vond, die heeft een gigantische mediadruk weten te weerstaan. En wat ik echt van hem naar gekeken heb, dat is dat hij geweldig contact had met het publiek. En steeds, dat vond ik fantastisch dat hij ook zei, bij elke wet, elke maatregel kijk ik wat het modale Amerikaan. Maar we hebben het nu over dat, geestelijke stabiliteit. Dat was met Clinton niet het geval. Ik bedoel, had zijn broek ging soms wat los, maar voor de rest was het toch heel stabiel. Want nou, ben ik dan instabiel in vergelijking met nou, dat, laat ik zeggen, emotionele uitbarstingen. U schrijft in uw boek Babyboomers. Nou, hij schrijft u over uzelf. Ik heb nog niet in het openbaar gehuild, hij wel. Nee, maar in uw boek Babyboomers beschrijft u uzelf niet als een rots in het branden. Dat is ook eerlijk. Op het emotionele terrein. Eerlijk. Nee, maar ik heb wel een ontwikkeling doorgemaakt. En dat moet u dus ook zien. En ik zou 10 jaar geleden, wat ik nu doe, niet kunnen. Nou. Maar nu wel. Wat vindt u van die persoonlijke aanval als zo'n boogst en roep playfiguur? Dat is krenkend. Ja, dat is het ook. Het is heel moeilijk om daar niet kwaad op te worden. Zo'n groot intellectueel, meneer Boogstein. Nee, dat vindt u. Ik vind het wel meevallen. Maar als u dat al een groot intellectueel. Nee, maar als u dat niet vindt, dan hoeft u zich er ook niet over druk te maken. Nee, maar dat heeft iets met de persoonlijke achtergrond te maken. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik een vriend van hem was. Hij heeft u afgewezen als politicus. Nee, u heeft een dienst aangeboden aan Boogstein. Wel, nee. Jawel, dat is wel waar. Nee, dat is echt niet waar. Is dat gelogen dan? Nee, maar dat zegt hij ook helemaal niet. Dat heeft hij wel gezegd. Nee, ik heb met Boogstein heeft een keer een voorwoord bij een boek van mij geschreven. Heeft de afscheidsspeech gehouden bij toen ik aftrad als hoogleraar. Nou, dat is toch nogal wat. Dat drukt een zekere persoonlijke affectie uit. Jazeker. En wij hadden waardering voor elkaar. We waren lang op alle punten niet met elkaar eens. Maar konden elkaar intellectueel waarderen en respecteren. Nou, dat is wel schokkend. Ja, dat wil ik u wel zeggen. Ja, dit vind ik dus zo stupide, neem me niet kwalijk. Ja. U bent een aanvaller. Ja. U zit die partijen te kakken. U bent u bent speels daarin. En dan slaan ze een keer terug. Nou heeft u dus, godzijdank, zou ik bijna zeggen, de terechte alibi bij Rozemuller dat u op dat moment door persoonlijke omstandigheden begrijpelijkerwijs kwetsbaar was. Maar ik heb dat moment gezien, velen. En er komt zo'n zaal in opstand. En toen dacht ik, deze man moet nog leren wat het is om gewoon niet populair te zijn. Nee, dat is het, want dat ben ik helemaal niet. Jawel. Wel, nee. Maar kom nou toch. U heeft zelf gezegd dat u nergens meer kunt lopen. Nee, maar dat is toch niet hetzelfde als populair? Dat is popster zijn. Nee, dat heeft vele gezichten, hoor. Ja, zeker, zeker. En één van de gezichten. En de grootste fans van de popsterren zijn ook de gevaarlijkste fans voor de popster zelf. Dat heeft vele gezichten. En één van de gezichten is John dat Lennon. Je populair bent. Ja. Zeg maar. Nee, dat je buiten de mensen staat. In het publieke boven domein de was ik tot voor kort een zwaar bekritiseerde figuur. Maar u moet gaan binden, hè, maar even, we moeten even de boogstelling nog af. Wat is nou het probleem? Is het de vader-zoonmoord die hier plaatsvindt? Nee, dat gaat veel te ver. Want dan zouden wij veel intiemer contact moeten hebben. Maar om het nou aan te geven, Van Zalm, die heeft ook lelijke dingen over me gezegd. Dat vind ik niet erg. Omdat ik. Die man die ken ik van zo'n gesprekje, maar verder niet. En Boogstein heb ik veel beter leren. Oké, we hebben nog 14 minuten. Zullen we het eens even hebben over wat u gaat doen? Dat is moeilijk om dat dan te moeten horen. Dat is toch begrijpelijk of niet? Leefgeur is niet leuk, kan me voorstellen, ja. Ja, en dan omdat ik met meneer Chirac op een bordes sta. Ja, denk ik, die man zit met zijn handen in de kast. Dat heb ik nog niet gedaan. 16 mei. Ja. Misschien doe ik het. Bent u misschien de grootste? Ik heb het nog niet gedaan. 16 mei bent u misschien de grootste. En zeg nog niet dat de kiezer dat moet beoordelen. Ja, dat weten we, dat de kiezer het moet beoordelen. Maar 10 minuten geleden zei u dat u alles wat u nu doet in het licht stelt van een coalitie mogelijk maken met VVD en CDA. Ja. Dus met andere woorden, u bent al bezig met de formatie. Nou, ik maak de kiezer, want ik zeg dat ook op televisie. Ik maak de kiezer duidelijk dat ik dat graag zou zien. Maar ik maak ze tevens duidelijk, aan jullie de beslissing. Wie gaat u naar voren schuiven om dat mogelijk te maken? Die op 16 mei, ja. Nou, dat ga ik u niet vertellen. Waarom niet? Omdat het niet verstandig is. Waarom is dat niet verstandig?
Omdat je zoiets moet je ook overleggen met je coalitiepartij. Want dan heeft u het over een informateur. Bijvoorbeeld, ja. Of iemand die een beetje de schoonmaakte boel. Ja, een beetje de boel. Maar wat zijn mensen, laat ik het anders zeggen. Maar wat dan zijn... moet je dus met z'n drieën vertrouwen in hebben. Nou, dat is heel stom. Welke mensen hebben zich niet met u geëncarneerd die wel vertrouwen in u hebben? En in wie u vertrouwen hebt? Nou. Van Schendelen hebt u al ingezet in Rotterdam. Nou, succes. Op zoiets moet u denken. Dus een figuren van zeg maar dat soort... Wie is uw belangrijkste staatskundige adviseur op dit moment? Dat ben ik zelf. Nee, dat begrijp ik dat u daar... Nee, maar wacht nou even. Een goede bestuurder vindt zichzelf goed, maar heeft altijd nog een ander die nog beter is. Ja, nee, ik heb wat juristen... Maar wie is nou gewoon de beste staatskundige adviseur van u? Van mij de meest ervaren, maar dat wil ik nog niet direct zeggen de beste, maar de meest ervaren is natuurlijk Jansen van Rij. Ja, die heeft de meeste politieke ervaring, die weet hoe die de asbakkengooier bij en ook iemand waar ik helaas nu wat minder contact mee heb, maar dat is bijvoorbeeld Hans Hillen, die weet er ook heel veel Hans van. Hans Hillen? Ja, die werkt voor u? Nee, dat kan dus niet. Maar wil die u gaan helpen? Ik denk, als ik zo'n coalitie zou willen, want dan zit hij ook niet meer in de Kamer, dat hij een man is die een zekere cementfunctie, adviesfunctie zou kunnen vervullen. Niet alleen naar mij toe. Waar is trouwens Jansen van Rijen en Ferry Hogendijk? Waar zijn ze allemaal? Het lijkt wel of ze een spreekverbod hebben gekregen. Nee, dat is helemaal niet zo. Wij hebben een groot probleem. We hebben geen partijorganisatie. Nee, maar er zijn allemaal forums in Nederland. Die mensen hebben toch Jansen van Rijen toch wel overjaagd? Die wel aan fora. Het is geen verbod van Pim moet werken, jullie houden mond. Nee, helemaal. En zeker niet naar die mensen. Laten zich ook trouwens geen verbod opleggen. Maar ze zijn ligt wel allemaal op uw succes mee. Ja, maar dat vertrouwt is... u ze? Ja, u moet uiteraard. Wel, zonder u zou zij niet in de Kamer komen. Nee. Zonder u, Jansen van Rij, toch... gewoon maar tussen dat, de geraniums maar gezeten. Maar dat geldt toch voor de meeste politieke partijen? Nou, het is bij u extremer. Nee. Mag straks in dat kabinet Fortuyn Hans Wiegel weer eindelijk een baantje hebben? Hij wil zo graag. Nee, Hans Wiegel wil niet graag. Als Hans Wiegel wil echt... al 20 jaar. Nee, ik zeg altijd maar, als je wil winnen, dan moet je ook willen verliezen. Dat wil hij niet. Nee, en dat is het punt. Hij durft geen risico te nemen. Nee, dat wil hij niet. De eeuwige... Maar weet je wat daar zo raar in is? Ja. Daar ben ik soms verbaasd. U strijdt tegen het bestaande establishment in Nederland, tegelijkertijd met u heftig met zijn bevriend. Met sommigen. Ja. Maar dat zijn toch wel de mensen die op een gegeven moment... Bijvoorbeeld, wat ik daar ook zo'n prototype van vind, is Ad Geelhoek. Die kent u ook. Nou, en dat is type, die man hoort natuurlijk bij OSM. Je bedoelt zonder enige Geelhoek? Ja, hij was vroeger eerste secretaris. Nou, hij is rechterhand van Kok geweest. Ja, nou, en, daar bent u bevriend mee? Nou, niet bevriend, maar dat is wel een soort deelnemer aan de elite die ik zeer sympathiek vind. Nee, waarom? Omdat hij toch op momenten een kritische distantie durft in te nemen. Kunt u zich voorstellen als Hans Wiegel om de hoek komt, die in zekere zin een sympathisant van u is. Ik vraag me altijd af, heeft hij niet willen overstappen met zijn hele clubje? Dat denk ik wel. Ja, als hij dat had gedaan, dan was hij lijsttrekker. Is daar serieus over gesproken? Nou, Leefbaar Nederland heeft men serieus gehoopt. Nee, niet dat Wiegel zou komen? Ja, uiteraard. Mogen wij nog iets weten? Want dat kan helpen nog zelfs in propagandistische opzicht. En dan was ik zijn running mate geweest. Wie zijn uw belangrijkste ministers? U was de tweede man geweest. Ja. Maar nou praten we over een half jaar geleden. Heeft hij eerder verteld. Ja. Wie zijn uw belangrijkste drie ministerskandidaten als u fractieleider blijft? En ik wil wel zeggen over type kandidaat. Ja, zeg maar. Dus ja, dat moet ze gewoon doen. Dat is nee, dat kan ik niet doen, omdat ik ook die gesprekken wat nog niet heb gevoerd. Wat voor mensen zijn dat? Geslacht. Nou, ik denk dan aan type mensen zoals Joep van der Nieuwenhuizen. Om nou iemand te noemen... Help. Ja, om nou iemand te noemen die helemaal Ministerie niet zou... Ministerie van Voorkennis. Niet helemaal zou kunnen. Helemaal niet zou kunnen. Dus bijvoorbeeld zo'n type à la Timmer. Aan dat soort, Timmer? Ja, aan dat soort mannen. Ik begrijp dat de naam van Roel Pieper altijd valt voor economische zaken. Ja, dat kan u allemaal wel willen vragen. Maar waarom een man als Timmer? Dat is toch die man heeft die hele Nederlandse spoorwegen. Nee, luister. Kijk, je moet... Oh, een type Timmer. Ja. De man wat Timmer. Hij gedaan heeft bij Philips, dat is van... Dat weet ik dus. Hè, daar weet ik iets meer van. Dat is fantastisch geweest op het terrein van sanering. Daar heeft meneer Boonstra...
van geprofiteerd. Nou, niet alleen. Nee, die heeft het voortgezet. En die nog in een wat hogere versnelling. Even piepen of bevestigen. Maar zo'n Timmer, die heeft dat ingezet. Want wat had Timmer... Jongens, die Timmer die is 200. Hou op met Timmer. Nee, luister, maar het gaat even gewoon om wie is nou een kandidaat? Om het type, daar Timmer, krijg dat je kan toch helemaal niet. Nee, hij zegt type Timmer, Jordi. Ja, dus wil ik nu de naam hebben. Is Pieper nou een kandidaat? Nee, u zult van mij geen naam horen. Globaal is heel raar. Want je moet eerst een coalitie hebben, dan een regeerakkoord. En dan komen de poppen. Ik zou wel bij een nieuwe politiek horen dat je zegt, dit zijn mijn mensen. Dat zou bij u passen. Daarin lijkt u op die andere. Ja, luister, dat zou ik ook graag. Ik zeg wat ik denk, ik doe wat ik zeg. Ik heb met niemand gesproken. Dat is het antwoord. Goed, dus ik kan het ook tweede niet opmerking zeggen. Over deze lijst. En, die u nu globaal schetst. Ja. U zei aan het begin van het gesprek, ik voel me prettig onder de jongeren. Ja. Het zijn allemaal oude mensen. Nou, allemaal mensen die hun toekomst achter zich hebben. Nee, dat is helemaal niet waar. Allemaal mensen uit de jaren 60, 70, nummer 2. Nummer 2 is 29. Nee, de ministers die hij noemt. Ja, je hebt jongere ministers nodig, vriend. Nee, ik heb jongere staatssecretarissen nodig. Wat een hiërarchische benadering ja, is absoluut. Dat? Daarin bent u een hele oude jongere staatssecretaris nodig. Klinkt wel goed. Nou, wij. Hè? Maar als we nou uitgaan van wat voor soort... Stel dat ik het voor elkaar krijg, hè? Dus zoals ik het graag zou zien... dan is het maar een kabinet van 6 ministers, inclusief de premier. Dus 2 van jullie? Ja, 2. En ja. Een heleboel staatssecretarissen. En niet zeuren over de getalsverhoudingen. Gewoon als je met 3 partijen meedoet, je levert alle 3-2. Grootste bekwin toch? Dus dan maar niet. Nee, dat gaat helemaal niet om. Als je dat weet hij, als je in de ministerraad moet stemmen... dan is het kabinet al bijna ten einde. Dus daar gaat het niet om. Nou, 6 dames en heren, die gaan dat doen. Die gaan geklusterde part-time neem ik aan. Geklusterde gebieden aansturen. En dan kun je, want ik wil graag veel one-issue departementen, want je kunt wat meer departementen, je kunt ze splitsen. En daar moet die jonge garde in zitten. U wekt de indruk. Zo heb ik het met de OV-studentenkaart ook. Hetzelfde model. U wekt de indruk dat u revolutionair bent. U hebt iets van Lenin. Vroeger meer, toen had ik nog een baardje. Nee, maar u bent revolutionair. Nou, u hebt gezegd een half uur geleden... Hollanders zijn eigenlijk een beetje conservatief en een beetje bang. Ja, die cultuur... En daarom zullen ze misschien uiteindelijk toch niet voor mij stemmen. Cultuur... Terwijl u een revolutionaire missie hebt. Ja, maar die cultuur die hebben wij ook een beetje. En die is ook wel begrijpelijk. Want wij zijn handelaren. Hè, dat zijn we al door de eeuwen heen. Nou, dan moet je een beetje dealen en wielen. Want anders doe je de deal niet. Oké, dealen en wielen. Ik kom zelf uit zo'n familie, hè. En ik ben anders. Maar ik heb wel een heel grote waardering voor het commerciële talent van Wijlen, mijn vader en mijn jongste broer. Maar dat zijn totaal andere karakters. Nee, maar de vraag was, en die zijn heel Hollands. Ja. Bent u revolutionair? Dat vroeg ik. Ik denk dat de tijd revolutionair is voor Hollandse begrippen. Maar bent u allemaal en bent u degene die op de kritieke moment de juiste beslissing neemt? Ik denk dat die verandering niet tot stand kan komen als er niet een buitenstaander, en dat ben ik... een belangrijke functie in vervult. Dat betekent dat u ook weer weggaat, want als u er dan te lang zit, bent u een onderdeel van het systeem. Maar dat heb ik ook steeds gezegd. Hoe lang? Van Mierlo heeft het ook altijd gezegd. Nou, ik heb gezegd 8 jaar? Ik heb maximaal 8 jaar. Maximaal 8? Ja. Gaan we dat hier op tafel schrijven? Ja, dat heb ik staat... Fortuin, maximaal 8 jaar. Ja, dat heb ik in mijn toen ik bij Leefbaar Nederland mijn aanvaardingsspeech ben ik er zelfs mee begonnen. We willen u over maximaal 8 jaar. Maar het kan zelfs korter zijn. Oh. Maar het kan niet langer zijn. Even, nee, het kan niet langer over zijn. Over die vernieuwing. En als ik meneer Kok zie, dan denk ik dat moet je ook maar niet willen, want als je naar de foto's van de mensen kijkt, dan denk je, het is sloop. Maar u tekent ook al. Even nog een vraag van Fortuin niet grijp dan Smeets. En dan zijn we klaar. Nee, als je nog even over die vernieuwing praat. Ja, ik ga naar 15 mei even uitrusten. Dan is het allemaal weer dik voor elkaar. Informatie. Ja, en weet je wat zo mooi is? Dat heb ik ook gehoord. Dat Prins Bernhard, die laat zich in. En nou, die ziet er toch geweldig uit voor een man van 90. Okay, nu, dus er valt iets aan. Ter zake, Fortuin, luisteren. Als je het over vernieuwing hebt. Mooi, even de leukste reden van het Koninklijk Huis. Ja. Okay. Ja. Er is een enorme onderstroom van onvrede. Kennelijk volgens de economisten is het allemaal onzin. Maar goed, u zeilt hierop. Zouden zij het binnen of binnen? Ja. Wellicht. Maar als je naar vernieuwing kijkt en naar uw lijst kijkt, denk je van waarom is die niet in staat geweest om jonge hoogleraren, jonge denkers, jonge revolutionairen misschien op die lijst te krijgen? Het zijn gewoon, plat gezegd, of een paar modellen, of het is Jim Jansen van Rai en Westerterp. Nou, sorry hoor, je hebt gewoon jaren leeg getrokken. Dat is toch wel heel ver. En daar ga ik natuurlijk niet mee akkoord. Zou ik ook schandelijk geen zijn. Opvallende revolutionair. Je bent de enige. Je staat op één, je bent de enige. In welke studio? Deze? Oh, dat heb ik. Mijn lichaam staan geeft dat niet eens aan. Ik zat zo. Nee, maar je bent wat dat betreft gewoon de enige die opvalt luister, in zijn denken. En voor de rest is er helemaal niets. Maar luister nou even. Hoor je wat hij zegt? Ja, dat hoor ik. Ik heb een aantal hele goede mensen erop staan. Met name de medische sector is bij mij
ontzettend sterk, dat zul je ook wel merken. Maar ik was 11 februari moest ik beginnen. Ik had nee, dat verhaal kunnen ruim we. Een maand. Knap gedaan. Nee, maar het is wel knap, maar het valt toch een beetje tegen. Dus dan moet je dat met je ministers en je staatssecretaris maar even goed maken. Ja, maar luister. Oké, jongens, die komen niet uit. Kan, wat alle andere partijen niet kunnen, daar moeten ze lid zijn van de VVD, PvdA, CDA. Ik kan uit alle briljante mensen van Nederland benaderen, meneer Kelder. Zelfs u. De hamvraag, wat mij betreft, meneer Fortuyn. U zegt, op 16 mei heb ik een beetje vrije tijd. Wil u eigenlijk wel de grootste worden? Of is het één groot spel? Nee, ik moet die ambitie wel hebben. Omdat dan hebt u 16 mei geen vrije tijd. Oké, okay, dus een mededeling. Op 16 mei zullen we toch wel een keer een dagje dan gaat u naar de koningin. Is dat zo? Ja. En nu komt de laatste vraag. Ja. En ik kijk u wat zegt u tegen de koningin? Ja. Nee, dat kan niet. Nee, meneer Fortuyn. Ja. De aanval op u zal worden de komende week. Ja. Dat u weet niet u dat? Nee, dat u niet in staat bent, weet ik, dat vermoed ik. Ja. Net als u kijk ik al 20 jaar naar politiek. Ja, maar u bent ook goed ingevoerd. We gaan nu even door. Ja. U maakt chaos. U bent niet in staat wat u gesuggereerd heeft tot een uitvoering te brengen, waardoor, ondanks alle bezwaren die je over Nederland kan hebben, een zekere mate van rust hier verdwijnt. Nou, die rust. Kijk, als je wil veranderen, ik zou niet weten hoe. U maakt chaos. Nee. Dat zal ik dus te vuur en te zwaard bestrijden. Hoe kunt u dat garanderen, bijvoorbeeld bij gezondheidszorg? Ik kan niks garanderen. Hoe moet ik dat garanderen? Dat is the proof of the pudding is in the eating. En het gaat er dus om dat het mij lukt. Dat vind ik wel link, hoor. Dat is revolutie, meneer Fortuyn. Ja. Nee, luister nou. Daar hebt u afstand van genomen in Groningen. Waar van dat perspectief, revolutionaire perspectief. Zeg, wilt u mij niet zo toespreken? Ja. Nee, daar heb ik geen zin om. U zegt, dit vind ik zo geestig, hè? Ja. Als iemand u op een gegeven moment toespreekt, wat u ook doet. Schoolmeesterachtig, nee, daar hou ik niet van. Maar u spreekt mensen ook geweldig toe. Is dat zo? Ja. Vertel het u eens, meneer Rotterdam. Dit is zo geestig. In de klas. In de klas, maar niet in de Tweede Kamer. Moet je nou toch? Nee, toch? Nee, maar hoe durft u te zeggen tegen de kiezer? Oh. Maar weet je wat hij nu zegt? Hij zegt echt zo met dat hoofdje. Wat vind je dan? Zeg je dat? Dat is toch echt geen. Wat doe je nou raar? Nou, maar moet je zien hij hoe zit raar gewoon een jij beetje af aan toe te toe vallen. Wat doet hij dan? Ik word geen minister-president over. In belang van het land. Nee, maar het grappige is dat zodra iemand. Dat moeten altijd saaie tutten zijn. Nee. Maar we hadden het over. Je reageert zo op je pitje. Een land als Nederland, zo kwetsbaar met een open economie, kan zich geen meter chaos veroorloven. Maar ik zeg ook niet dat ik chaos. U zegt, the proof is in the eating. Nee, ik kan het niet garanderen, zei nee, u. Nee, wat ik zeg. U zei, ik kan het niet garanderen. Nee, dat verandering betekent ook dat alles niet even ordelijk kan zijn als dat het nu is. Want we hebben nu de rust. We hebben nu de rust van het kerkhof. Meneer Fortuyn, maar voor bepaalde groepen kiezers met lagere inkomens kan je nooit zeggen, nou ja, het wordt een beetje wanordelijk. Ik kan je niet garanderen dat dat in orde komt met handhaving. Maar dat gaan we toch ook helemaal niet doen? Wat gaan we niet doen? Dat gaan we toch ook helemaal niet doen? Tegen lagere inkomens zeggen van zoek het maar uit. Staat nee, maar u zegt, ik kan niet garanderen dat die chaos niet ontstaat. Nee, Want het verandert. Nee, dat zeg ik u niet. Ik zeg dat veranderen, dat gaat wel van oud, om het in die PvdA-taal te zeggen. Ik praat hier niet in PvdA-taal, ik spreek hier in Fortuyn-taal. Ja, nou. En ik zeg, dat is iets anders dan chaos. Ik heb heel veel.